Ja, er is iets vreemds aan de hand in Nederland. Want nu is er dus een groep mensen die willen zich graag nog wel aan die regels houden, hè, voor het virus. Maar er is ook een hele groep. Ja, die hebben zoiets van, nee, maar ik ga geen mondkapje opdoen. Absoluut niet. En die anderhalve meter, dat doe ik ook niet. En ik zoek het verder helemaal zelf uit. Ik heb scheid aan alles. Dat is een beetje het idee. En de goedwillenden, ja, die roepen nou natuurlijk. Een steltje egoïsten, die denken alleen aan zichzelf. Maar ja, beste vrienden, wij zijn ook egoïsten. Ja, natuurlijk. Want wat denk je, als wij de mens, kind, niet zouden opvoeden van begin af aan. En we zouden hem niet sturen via school en omgeving en noem het allemaal op. En we zouden hem niet van alles bijbrengen. Dan krijgen we toch een stelletje asociale beesten. Dan krijgen we toch een stelletje hele vervelende egoïsten. Ja. Want we brengen natuurlijk iedereen van alles bij. En je moet een beetje aardig zijn. En je moet een beetje delen. En je moet een beetje empathie hebben. En je moet een beetje dit en dat. Dat wordt er natuurlijk allemaal kunstmatig ingebracht. Maar het egoïsme. Dat is ons basispakket natuurlijk. Ja, zo gaan wij de wereld in. En dat andere, dat wordt er natuurlijk allemaal een beetje kunstmatig omheen gedaan. Ja, en dan proberen we ons een beetje sociaal door het leven te sturen. Maar ja, zo zitten we eigenlijk niet in elkaar. Nee, we zijn gewoon natuurlijk enorme egoïsten. En dat is nu een beetje aan de hand. Ja, toen het zo slecht ging tijdens de crisis, ja, toen was er wel een soort van samenhorigheidsgevoel. En dat was er dan nog wel, maar nu niet meer. Nee. Nu is het ieder voor zich. Dus ik wil geen kapje op en ik wil geen anderhalve meter en ik heb niks met jou te maken. En of ik jou aansteek of weet ik veel of wat er ook gebeurt, het kan me geen moer schelen. Dat is nu de insteek. Ja, dus... En daar zitten we nou. Ja, want het basispakket van ons, ja, dat komt nu in Nederland eigenlijk een beetje bovengedreven. Ja, ja. En dan is het er gewoon ieder voor zich. En God voor ons allen. Ja, dat is wat we dan krijgen. Ja, dus en wat moeten we daaraan doen? Nou, ik heb daar 1, 2, 3 ook niet zo snel een oplossing voor, hoor. Nee. Ik constateer hem al eventjes als strandwachter. Dat we moeten uitkijken in Nederland. Zeg maar dat de egoïsten dan niet de overhand krijgen. Dus de jongens die wel zich aan de regels willen houden, die mensen. Ja, die moeten gewoon extra inspanning leveren. Ja, die moeten gewoon zorgen dat het basispakket onder controle blijft.